Nadja. Wie is dat? Een Nadja van Romsbeek, ex van mijn vader. Ja, ex-streepje neukertje. Jij hebt lef. Actie. Ja, zoiets. Ik dacht, Tim van Kooten schrijft het eerste stukje en dan gaat het publiek daar heel creatief mee om. Maar dat is op zichzelf heel spannend, maar het is wel veel moeilijker dan ik dacht. Remco, heb je even? We gaan kopje onder. We hebben een bod gekregen. Dit willen ze betalen. Cash. Ieder houdt er 6 miljoen euro aan over. Paul is zo'n ontzettend bezeten en intense filmmaker. Hij wil dat de film al op papier de film is. Weet je nog, die ene keer? Als jij iets met die baby te maken hebt, dan is het over. Ziet er goed die altijd naar je kijkt, die ouwe? Ben je nou serieus? Ik ga toch niet met je vader, domme doos? Ze weten iets van mij. Iets wat niemand weet. Als Ineke erachter komt, dan gaat ze bij me weg. Mooi. Dan kunnen wij verder. Ik heb altijd al een hele nacht met jou willen doorbrengen. Er gebeuren dingen en er zijn relaties. Maar wat zijn die relaties en wie is met wie en wat zit erachter? Ik wist het! Wanneer ga je je kop nou eens uit het zand? Je hebt het verkloot! Ben je zwanger? Ik vind het heel belangrijk dat je jezelf dwingt om te springen in het onbekende. Om iets te doen dat je niet kent.